Gadverdamme! Zeik niet en doe wat. Ben je er klaar voor? Ja, ik kan helemaal schieten. Kunnen we ook bij beginnen? Dat heb ik ook met Valk. Dan geef ik jou een pilletje. Ben je ook zo een groot last van een slagziekte? Geen slagziekte? Nee. Hallo? Ik heb een Bel Plus abonnement. Hallo? Bent u nog geen lid van de Nierstichting? Bel. We hebben er nog één. Oh, nee, dat gaat natuurlijk wel. Wat zei je tegen mij? Ik mocht een ziek. Nee. Schoudervulling. Al mijn beeldige armband uit mijn collectie. Ja. Die al roest in de folder. Oh. Slechte hond. Nee, jij vindt mij niet vieze, echt slecht. Vieze, jij vindt mij niet echt slecht. Nylon praak op je harsjes. Waarom ga je niet op de afgestorven vlees? Hey, je hebt toch wel lekker handjes ervoor, hè? Ik ga vast bij het bestorven vlees liggen. Ja, en jij tegen een randje aan, hè? Ja, heel goed. Net als gisteravond. Nou, toen zat ik er eigenlijk net voor. Het was zo droog allemaal. Ik ga dat andere rendert slachten. Oh, dat zou echt heerlijk. Ik kan niet meer. Zak! Zak! Het liefst zou je willen richten aarde storten, hè? Ja, aanstorten. Lang geleden zo'n stuk vlees naar binnen heb gehad. Gisteravond nog zijn er. Zonder hartslag bedoel ik. Nou, Greetje 2 is ook van stal. Het gaat jezelf niet te bewonderen. Die oude verloopbaarsjes van je. Godverdomme zeg. Je hebt gekroond met de kopers ochtends. Jezus Christus. Heb je geen karretje? Godverdomme. Schiet op. Oh, wat erg. Oh, en koud ook, die dozen. Wow. Koud. Mijn lichaam is hier met mijn geest op in mijn nest. Wat een vreselijke dag. Zo, we zijn thuis. We zijn thuis. Heerlijk, dat om alle vier. Nou. We zijn thuis. Moe. Weer een grap stelen. Ben je lelijk? Ik heb op het toilet gegaan. Hey jongens, succes hè. Groetjes aan je smoezel. Nou, zeg er een wat. Al was je de laatste op aarde, schat, kroop ik er nog niet tegenaan. Oh. Maar één ding, dat wil ik je vanavond niet onthouden. Hoe kom je daar nou weer aan? Dat je gewoon licht zou. Karo! Schijnlaag. Nou, als je dat weer flikt, echt waar, dan rot ik je zo hier de gracht in. En wie neem je allemaal mee dan morgen? Nou, weet ik. Er zijn genoeg mensen die hier plaats willen nemen. Ik voel me net Berlijn na de oorlog. Zo zie je er ook uit. Ja, echt zo goed. Hoe laat is het, jongens? Ik heb een slagmerrie gehad. Hoe kun je nou aan die kant liggen? Hey, hallo. Welke kant? Aan de verkeerde kant. Ben je er vannacht uit geweest? Jij lag toch hier? Als je wil lam. Hoe kan dit nou? Ik heb niets gemerkt, hoor. Niet weer stiekem tegen me aan gaan liggen, hè? En heb je er niet geflikt weer in mijn slaap, hè? Hoe kan dit nou? Ben je over me heen gekropen? Ja, wat denk je zelf? Ik dacht het toch wel van niet, hè? Nou ja, ik merk het niet meer. Er zijn al zoveel mensen over me heen gegaan. Begint het nu al. Ik hou je ook heb er zo geen zin in, nou weer. Het bed, het ruikt naar seks.
Ze hebben niet even het bed verschoond. Ga uit alsjeblieft hoor. En ik heb er toch helemaal nu geen behoefte aan. Aan seks? Nou, jouw zin is het gelijk gebeurd. Ik weet net hoe heet het? Gevaarlijk Simon. Kom maar geschelden. Oh mijn haar. Ik ben helemaal in de bak. Al die bak steeds zwaarder worden. Het is echt niet te geloven. Het is niet te geloven. Hier ligt een halve olifant in je. Jezus. God. Dit is een stierenlul volgens mij. Lukt het, Cor? Nee. Met mijn reuma lijf in de kou. Oh nee, dat kan ik niet maken. Dat kan ik je niet aandoen. Oh. Oh. Oh, is echt. Oh, ik dacht even dat het heel. Ik was even verlost. Wat een lul is dat. Oh. Het was wel weer een feest. Geen energie heb je over. En het is al maar 1 uur. Nee. Jij toch ook niet, of wel? Niet te geloven. Ik slik gewoon vitamine erbij, maar dat helpt niet. Godverdomme. Wat zeg ik toch, lul? Dan moet al dat vlees op de grond. Nou, stel het even op, dan zet ik hem gelijk zo neer. Doe maar. Ja, jij gaat gewoon mee. Om te helpen. Evita Peron. Kom op. Ja, kom op, Marlene Dietrich. We gaan. Kom je ook even mee, Wim, ja, schoonmaken? Ja. Dan wordt het minder erg. Verdomme. Dat doe jij, hoor. Zoals altijd. Oh, het lijkt wel als een soap kat.